Ik wil niet verliezen. Jullie hebben intens oogcontact. Jij swipet ook zo schmiechtig, zodat ik het niet kon zien, hè? Hoi allemaal, ik ben Stephanie van Eer en het is zomer. En dat betekent dat we weer lekker gaan strijden. Namelijk de jongens tegen de meidenquiz. En vandaag doe ik dat met Joya en Niels. Wie is de fanatieke? Ik. Sowieso ik. Wow, dat zijn ze ook heel allebei. Snel. Allebei? Flink, ze heeft niet door. Ze heeft nooit met een meidenspelletje gespeeld. Nee. Hoezo? Ik wil niet verliezen. Dat is echt zo ook. Laten we maar gewoon beginnen met ronde 1. Welkom in ronde 1. Jullie hebben de tablets al. Stel meteen stel 3 vragen. Per vraag heb je 10 seconden bedenktijd. Je mag je antwoord swipen. En het is gewoon even lekker puntjes verdienen. Ja. Ja. Heb ik het duidelijk uitgelegd? Ja. Boys and girls. Oké. Yes. Hier komt vraag 1. De Kids Top 20 is al heel wat jaartjes op tv. In welk jaar was de allereerste tv-uitzending van de Kids Top 20? A. 2001, B. 2002 of C. 2003? Je mag gaan swipen. Hè? Huh? Moet ik herhalen van jou? Zou je het drie, zeggen? 2, 1. Wacht, stop de tijd. En laat de antwoorden ook maar eens aan mij zien. C en C en C is goed! Nou, ik lekker het begin. Dat is echt een gok. Dat is echt een gok. Oké, vraag 2. Jaap Reesema en Pommelien Thijs stonden wekenlang in de Kids Top 20 met hun nummer Nu Wij Niet Meer Praten. In welke bekende Vlaamse televisieserie speelde Pommelien een grote rol? A. De Nachtwacht. B. Hashtag Like Me. Of C. De Vijver. Je mag nog swipen. Jullie hebben intens oogcontact. 3, 2, 1. A en C. Beide fout. B? Echt? Het was B. Oh. Ah, ik zat er echt tussen te twijfelen. Maar C, nee. Sorry. Nou, ik kende ze allemaal niet, dus het was gewoon een gok. Het staat nog steeds 1-1, maar de laatste vraag van deze ronde is 2 punten waard. Oké. Pak je kans. Pink heeft een grote hit samen met haar dochter Willow. Cover Me in Sunshine. Wat is de echte naam van Pink? A. Oh, die weet ik. Tony Watson. Nee. B. Stefanie Joanne Angelina Germanotta. Of C. Alicia Beth Moore. Jullie mogen swipen. Waarom kijken jullie altijd zo de hele tijd naar elkaar? Alsof daar dan het antwoord is. 3, 2, 1. Stop the time. Jullie hebben allebei voor C en dat is goed! Ja! Woehoe! Dat betekent dat het nog steeds 3-3 staat. Jij swipet ook zo schmiechtig, zodat ik het niet kon zien, hè? Ja, dat deed ik ook. Ja. Okay. Oh, ze kennen elkaar. Op naar ronde 2! Oké, soms vraag ik me af, zitten we in de jongens tegen de meidenquiz of zitten we in een intense stare-down? Want jullie zitten de hele tijd soort van naar elkaar te kijken. Welkom in ronde 2! Weer 3 vragen, maar nu gaat het dus wel om snelheid. Want jullie hebben een tamboerijntje daar voor je liggen. Je mag je rammelen als je het weet. En dit zijn allemaal kijk- of luistervragen. Kun je stoppen met intens naar elkaar te kijken? Ik kijk ook naar mij! Maar gewoon omdat ik gewoon weet dat zij schmichtig gaat doen met haar tamboerijn. Dat zijn je echt agressief voor niks. Tamboerijn heeft niks gedaan. Nee. Oké. Sorry, tamboerijn. Snappen jullie het? Het gaat om snelheid. Ja. Kijk- en luistervragen. 3. Oké, neem het tamboerijntje maar in je hand. Schud er ook maar even mee, want ik denk dat jullie dat willen. Oké, ronde 2. Vraag 4. Opgelet, van welk nummer hoor je hier de intro? Ik was eerst. Nee, ik was eerst. Ik was flink. Ik was flink. Het gevoel was Joya. Ja, eerst. Prima, doe maar. Ik zeg het gelijk, Savage Love. Van? Jason Derulo. Jason Derulo. Ja. Woehoe! Ik ga er niet mee doen! Ik wist dat dit de bedoeling was om mee te dansen, dus doe ik het expres niet. Hey. Wauw, oké. Nou, in ieder geval, je hebt geen punt, dus. Oké. Gefeliciteerd, Joya. Hoeveel punt heb ik? Het staat nu 4-3. Joya staat voor, jij staat achter. Ga naar huis. Vraag 5. We gaan even luisteren naar een nummer dat heel veel records heeft verbroken. Jonah, oh my
word natuurlijk drijverlijst. Wat maak je me uit voor een sukkel? Jij gaat verliezen, wacht maar. Maar, oké, van welke serie is Olivia Rodrigo bekend? Ja, dat weet ik echt niet. Dat weet ik zo erg, ja. Dat ik zo niet. Mijn lievelingsserie. Oh! High School The Musical, de serie. Op Disney. Sorry, maar dit had ik echt niet geweten. Ja, zei toch dat ik ging winnen? Ik dacht dat het een muziekquiz was. Dit heeft helemaal niks met muziek te maken. Het heeft over een persoon te maken, maar dat is niet erg. Maar je kan er nog soort van een half goed maken. Oké, dit is de laatste ronde. Ja, dit is de laatste ronde. Oké. Dus je kan het soort van minder erg maken dat je verliest. Maar je hebt al verloren. Oké. Welke internationale artiest zie je hier? Oké, Niels. Oh, chips. Ik dacht dat ik het... Maar als ik het fout heb, heb ik dan minpunten? Nee. Oh, nu zeg je ineens wat. Misschien voeg ik dat wel toe. Misschien vind ik dat wel spannend ineens. Nee hoor. Was het Justin Bieber? En ze heeft het goed! Oké, in ieder geval, de meiden hebben vandaag gewonnen! En Niels heeft verloren. Jammer. Ik ga het nog twee keer zeggen. Niels heeft verloren. Ik hoop dat de jongens uiteindelijk winnen. Daar gaan we voor. Tuurlijk, maar je hebt er niet goed aan meegeholpen. In ieder geval, Niels, ik heb wel wat leuks voor jou. En ook voor jou, Joya. Namelijk Kids Top 20 chocola! Haha, je hebt gewonnen, maar je krijgt helemaal geen leuke prijs. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video, doe dan even een duimpje omhoog. Laat even weten wat jij nou echt een moeilijke vraag vond. Waarschijnlijk eentje die Niels fout had. Oh, je had best wel veel eigenlijk fout, kwam ik nu weer achter. Oké, nou, doei, tot de volgende keer! Doei!